Hi Waterman, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 27. En dat is van maandag 3 juli tot en met zondag 9 juli. Dus een kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Waterman, alsof deze week een hele prettige, warme week kan zijn. Ik heb het idee dat er heel veel zaken ineens bij elkaar kunnen komen, waar je heel erg vrolijk van wordt en dat het echt een stuk is waarbij je zaken mag afsluiten, waarbij er een nieuw begin mag zijn, maar wel iets dus echt heel positief afgesloten hebt en eigenlijk mag doorgaan naar een volgend stuk. En ik heb het idee dat je daarvoor de tijd neemt om ook bij jezelf heel duidelijk te krijgen: wat wil ik nu eigenlijk? Waar sta ik nu eigenlijk? Wie ben ik nu als een persoon? Het gaat echt wel over belangrijke zaken die over jezelf gaan. En ik heb het idee dat je daar echt de tijd voor wil nemen. Je staat heel erg open om naar je gevoel te luisteren. Dat is misschien nog niet altijd zo geweest, maar het is deze week echt wel voor jou een punt dat zelfs heel erg belangrijk is. En het kan dus ook zijn dat je echt even wat terugtrekt hier en daar om heel erg bij je eigen gevoel te komen. Daarnaast is er ook zeker een stuk dat je gewoon onder de mensen wilt zijn, maar het is even een klein stukje dat je gewoon net wat meer tijd voor jezelf wil hebben om over bepaalde zaken na te denken. Ook om die mooie overwinning die je hebt na te denken. Of dat je dat misschien nog wel hetzelfde wil of anders wil gaan aanpakken. Neem dus ook die tijd, lieve Waterman. Het lijkt echt wel helemaal weer op zijn pootjes terecht te gaan komen, zodat je heel goed weet waar je wel of niet heen mag gaan. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.